Shalom, lieve broeders en zusters. Wat een voorrecht voor mij om weer een nieuwe video voor jullie te kunnen maken. Om een nieuwe video op te kunnen nemen en in te spreken voor jullie. Vandaag was ik aan het bidden en ik vroeg de Heer om te spreken tot mij. Het is een tijd waar veel onrust is. Er is oorlog in Israël, Palestina en de Heer liet mij iets wonderbaarlijks zien. Ik opende het woord en ik kwam op het verhaal van Mozes. En misschien kennen jullie het verhaal van Mozes. En voor degenen die als christen zijn opgevoed, die hebben dat verhaal vaak in de kerk gehoord. Zo ook ik als kind. Maar nu ik volwassen ben en ik dit verhaal nog een keer mag lezen, wil ik jullie meenemen. En ik wil ook gaan bidden aan het einde van het stukje, zodat wij mogen gaan zien hoe God werkt. En dat wij in dit verhaal iets prachtigs mogen zien. Zodat wij ook weer bemoedigd mogen worden. En dat wij ook mogen gaan bidden voor alle christenen, waar ook ter wereld. Dat wij niet partijdig zullen zijn, maar dat wij achter het volk van God zullen blijven staan. Maar niet ons hart verharden voor mensen in nood, waar ook ter wereld. Het is belangrijk dat wij de liefde van Christus blijven laten zien. In iedere situatie. Laten we onze harten niet verharden, maar laten wij in gebed gaan. Want gebed is het krachtigste wat wij hebben als christenen. Want wij hebben ook de Heilige Geest die in ons woont. En onze gebeden worden altijd gehoord. Want onze God is niet dood, Hij leeft. En Hij zit op zijn troon voor eeuwig en altijd. Halleluja. Ik begin met lezen in Exodus 14. Ik begin in vers 8, want het gaat niet eigenlijk om het verhaal ervoor, maar het gaat over het stukje met de zee, dat de zee splitste en dat God er een pad doorheen maakte. Voor degenen die het verhaal niet goed kennen, het gaat om het volk van God. En het volk van God wordt uit Egypte geleid naar het beloofde land. En dit verhaal gaat erover dat de farao van gedachten verandert en achter het volk aangaat. En dan kunnen wij gaan zien wat God gaat doen voor de Israëlieten. Er staat hier in vers 8. Zo verhardde de Heere het hart van de farao. En deze ging achter de Israëlieten aan. Die trokken ondertussen gewoon verder door de Heere geleid. Broeders en zusters, ik wil heel even stoppen, want er staat hier. Die trokken gewoon verder door de Heere geleid. Laten wij nooit vergeten dat de Heere God ons leidt. Hij leidt ons, maar luisteren we ook naar zijn stem. Onthoud dit stukje goed, dat de Heere hun verder leidde, ondanks dat zij waren weggevlucht. We gaan verder in vers 9. Het Egyptische leger met de voltallige cavalerie erbij haalde de Israëlieten in toen die aan de zee bij Pi-Hachriot hun kamp hadden opgeslagen. Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak er grote paniek uit. Zij schreeuwden naar de Heere om hulp en riepen Mozes toe. Waren er niet genoeg graven in Egypte dat u ons hier in de woestijn hebt gebracht om te sterven? Maar we gaan nog weer even kijken, broeders en zusters, naar vers 10. Want hier staat, toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak er grote paniek uit. Nou, als ik naar mezelf kijk en als er bepaalde dingen gebeuren in mijn leven, dan zal ik ook eerlijk zeggen dat soms ook de paniek uitbreekt. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik denk dat velen van ons wel kunnen zeggen, ja, er komt een moment van paniek. Er komt een moment van wanhoop. En dat zullen op dit moment vele mensen ook in het oorlogsgebied ervaren. Wanhopigheid. Uitroepen naar God. En dit stukje is heel herkenbaar. En ik wil dat jullie ook gaan zien wat God hiermee wil laten zien. Ze begonnen al een beetje boos te worden op Mozes en tegen hem te zeggen, waarom heeft u ons uit Egypte geleid? Wil je heel even bij stilstaan? Paniek. Hoe gaan wij daarmee om? Want het zal om gaan slaan. En dat gaan wij ook lezen. En er staat hier verder in vers 12. Wij hebben het u toch al gezegd toen wij nog slaven waren. Laat ons met rust. We kunnen beter slaven zijn dan in de woestijn te sterven. Nou, jullie zien het al, ze verliezen het helemaal. Ze zijn al helemaal verslagen eigenlijk. Maar, in vers 13 staat, maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang.
Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daaraan komen, zult u nooit meer zien. De Heere zal voor u vechten. U hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Wauw, broeders en zusters, kijk hoe groot onze God is. Wanneer God een plan heeft, kan de boze komen om ons aan te vallen, van welke kant dan ook. En dat zien jullie hier ook bij de Israëlieten. De situatie zag er hopeloos uit. Maar God streed voor hun zonder dat zij zelf een vinger maar hoefden uit te steken. Vertrouw op onze God. Kijk hoe groot Hij is. Hij is groter dan jouw probleem. Hij is groter dan jouw nood. Hij is groter dan jouw wanhoop. En wij hoeven niet te kijken naar het nieuws. En wij hoeven niet om ons heen te kijken en in paniek te raken. Maar wij moeten bouwen op onze God. Wij moeten weten wie onze God is. Dit heeft Hij duizenden jaren geleden gedaan. Duizenden jaren geleden heeft Hij dit gedaan. Maar wat kan Hij vandaag de dag doen voor jou? Meer dan dit. Meer dan dit. Grotere dingen. Want we gaan verder lezen. En dan kunnen jullie begrijpen wanneer het echte moment van doorbraak komt. Vers 15. Toen zei de Heere tegen Mozes, roep niet langer tot mij. Breek het kamp op en zet het volk in beweging. Steek uw staf uit boven het water en de zee zal zich splitsen, zodat u er doorheen kunt trekken. Ik zal de harten van de Egyptenaren verharden, zodat zij u achterna gaan. En dan zal ik mijn eer behalen aan de farao en zijn struitwagens en ruiters. De Egyptenaren zullen erkennen dat ik de Heere ben, wanneer ik mijn macht heb laten zien aan farao, zijn strijdwagens en ruiters. Toen verliet de engel van God zijn plaats aan het hoofd van het volk en stelde zich achter de Israëlieten op. De wolk ging met hem mee. Zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. Deze zorgde aan de Egyptische kant voor een diepe duisternis, maar verschafte de Israëlieten tegelijkertijd licht, zodat zij verder konden trekken. Zo kregen de Egyptenaren geen kans om de Israëlieten te naderen. Toen strekte Mozes zijn arm uit over de zee en de Heere liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Er ontstond een pad waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen torenden de watermassa's. Nou, ik zal nu stoppen met het verhaal, maar zoals jullie lezen wordt er een pad gebaand door de zee. En God handelt in één keer alles af. Hij regelt het wel met de vijanden. En misschien heb jij ook wel vijanden vandaag. En misschien heb jij ook een moment nodig van een wonder. Een wonder waar God de zee splitst in jouw leven. En wij mogen bidden tot onze God, want Hij hoort ons. En ik ga ook bidden nu op dit moment tot de levende God van Israël. Want Hij is dezelfde God voor altijd. Wij mogen altijd tot Hem spreken en wij mogen altijd tot Hem bidden. Want Hij ziet en kent al onze noden. Ja, dit is vandaag een kort gebed, maar het is net zo krachtig als een lang gebed. Want wanneer we uitroepen naar God, dan hoort Hij ons en dan herkent Hij jouw stem. Vader, alle broeders en zusters die dit met mij hebben gelezen van Mozes en de Rode Zee en hoe U dat weer deed, Heer Vader. Vader, wij bidden ook vandaag de dag voor een wonder in ons leven. Vader, wil U ook de zee splitsen in ons leven, o Heer. Wij worden ook achterna gezeten door vijanden, door problemen, door lasten. Maar we willen, Heer Vader, aan U vragen vandaag, o Heer, breng een grote doorbraak, o Heer. Splits ook de zee voor ons, o Heer, zoals U de zee splitste voor de Israëlieten. Welke nood het ook mag zijn, wat jij ook op je hart hebt, breng het vandaag bij de Heer. Spreek het uit naar Hem, spreek tot Hem. Hij hoort jou en Hij kent jou en Hij ziet al jouw noden. En Hij wacht tot je met Hem spreekt. Hij wil jou horen. Heer Vader, U wacht tot wij spreken tot U. Want Heer, U kunt een uitweg bieden op elk gebied van ieder probleem en iedere nood. We mogen het bij U brengen, o Heer. Vader, U ziet alle mensen in de oorlogsgebieden. En U ziet de nood, Heer, van uw volk. O, maar Heer, laten we onze harten niet verharden. Wil U onze harten niet verharden en wil U onze ogen openen, o Heer, voor ieder die in nood is, Heer. Laten wij niet zijn zoals de mensen van de wereld, maar laten wij meer en meer lijken op U.
Wat moeilijk is, Heer. Wat pijnlijk is soms. Want u wil ons vormen, Heer. Zoals de pottenbakker, Heer, vormt. En dat is niet makkelijk om als christen soms gevormd te worden. Zoals God wil dat wij zijn. Want zijn wil is wat wij moeten leven. En dat betekent dat je je eigen leven ook achter je laat. En het aan hem geeft. In je noden, in je blijdschap. Misschien ga je wel door een seizoen heen van zegen. Maar dan wil ik voor jou ook bidden voor de toekomst en voor jouw familie. O Vader, waar wij ook een wonder nodig hebben in ons leven. Waar wij ook die splitsing nodig hebben van de zee. Waar het ook maar mag zijn. Dat wij mogen weten dat u het voor ons kan doen. Ja, Heer, want u heeft goede plannen met ons, o Heer. Uw plannen, Heer Vader, zijn goed voor ons. Misschien beseffen wij het zelfs niet op dat moment. Maar Heer, uw plannen zijn perfect. Uw wegen zijn ondoorgrondelijk. En alles wat u met ons wil en gaan doen, Heer Vader, wij staan hier open voor u. Wij stellen ons hart open. O Heilige Geest, raak ons alle aan. Op een manier zoals nooit tevoren. Dat wij het mogen gaan zien en begrijpen wat uw plannen zijn met onze levens, Heer. Vader, neem over in ons denken. En o Heer, we strekken onze handen uit naar u als het mogelijk is voor alle broeders en zusters die op dit moment ook in het gebed zijn. En je kan je handen opheffen naar de Vader. Het is een teken van overgave aan hem. O Heer, wij geven ons over aan u. En wij zeggen, Heer, kom binnen in onze harten en in onze levens. Doe het werk, Heer, wat u wilt doen. En dat wij ook mogen gaan zien dat wat u voor ons gaat doen, Heer Vader, dat wij dat in geloof mogen uitspreken. Dat wij mogen gaan zien dat uw plannen perfect zijn en uw wegen ondoorgrondelijk. Dat wij echt mogen gaan zien wie u bent, Heer. Ook door het verhaal heen uit de Bijbel, wat zo oud is, jaren oud, maar duizenden jaren wel, maar dat wij echt mogen gaan weten dat u nog dezelfde bent vandaag. En dat wonder wat u toen deed, kunt u ook doen in ons leven. En wat het ook maar mag zijn, we laten God vrij werken. We laten God vrij zijn werk doen. O, laat hem werken in jouw leven. O, Heer, wil u ons door ons allen heen werken. En dat wij u niet mogen zullen belemmeren, maar dat wij u vrij zullen laten om te doen wat u wilt doen. En dat is moeilijk en dat is pijnlijk, o Heer, maar u bent welkom in ons allen. Ons leven van ons allen. Dank u wel, Heer, voor dit moment van gebed. Dank u wel, Heer, dat ik weer een video heb mogen opnemen. En dat ik weer heb mogen bemoedigen. En woorden van leven heb mogen uitspreken naar de broeders en zusters die deze gebeden hebben beluisterd. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik bid dat God vandaag met jullie mee zal gaan. En dat hij jullie zal zegenen in alles wat jullie doen. In de naam van onze levende God, Jezus Christus, zeg ik amen.